moet je eens kijken. Zie je al die kleurverschillen? In dit bodemprofiel kun je eigenlijk terugkijken in de tijd. En je kunt precies zien wanneer de ijstijden waren. Helemaal onderin, bij dat witte zand, zitten we in de twee na laatste ijstijd. Het Elsteriën. Dat is meer dan 400.000 jaar geleden. En dat is dit zand. En je zou het eigenlijk even moeten kunnen voelen. Het is zo zacht dat het in de volksmond ook wel poesjeszand wordt genoemd. En zie je die hele kleine zwarte stippeltjes? Die zijn terug te vinden in aardlagen over een heel groot deel van de wereld. En jarenlang hebben we gedacht dat het kwam door branden naar aanleiding van vulkanische uitbarstingen. Maar recent is er een nieuwe theorie. Namelijk dat die branden ontstaan zijn na de inslag van een meteoriet. 13.000 jaar geleden. Maar die theorie die wordt op dit moment nog onderzocht. Hoe dan ook, er valt heel veel af te lezen uit de bodem. Aardkundige waarde, zo noemen we dat. In de bodem kunnen we de geschiedenis van Drenthe zien. Als je weet waar je moet kijken, zie je niet alleen de ijstijden. Je ziet ook de tijd waarin de eerste nederzettingen gebouwd werden door de jagers en verzamelaars. De boeren, de hunebedbouwers en de stuifzandgebieden die ontstonden toen we in en na de middeleeuwen heel veel begroeiing kapten. Maar de Drentse bodem levert ook het allerschoonste drinkwater. En prachtig zand voor bouwprojecten. En bovendien energie, gas en olie. Ons voedsel komt heel vaak van onze grond. Daarom zijn we zuinig met bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen. En Drenthe is natuurlijk beroemd om de natuur. Hoogveen bijvoorbeeld, dat een hoge waterstand nodig heeft om te blijven. Met andere woorden, onze bodem is heel veel waard. Want de bodem met zijn aardkundige waarden vertegenwoordigt ook een economische waarde. Denk maar aan al die toeristen die hier komen voor de geschiedenis van ons landschap. Maar Drenthe is natuurlijk meer dan geschiedenis. Er is ook ruimte nodig voor de toekomst. Ruimte om te groeien. Ruimte om te bouwen. Nieuwe woonwijken bijvoorbeeld. Nieuwe bedrijventerreinen, kantoorparken, nieuwe verbindingen. En vaak betekent dat ingrijpen in de bodem. Met de kans dat je de aardkundige waarde verstoort. Betekent dat dan dat Drenthe op slot moet? Dat iedereen maar van de bodem moet afblijven omdat hij zo waardevol is dat hij intact moet blijven? Betekent dat bijvoorbeeld dat dit S-dorp niet zou kunnen uitbreiden op de S, de oude akkers van het dorp? Of dat je dan maar geen vervuilde grond moet saneren omdat er wellicht iets waardevols in de bodem zit? Nee, natuurlijk niet, want dan zou je alle ontwikkeling blokkeren. Maar wat dan wel? Nou, het is de kunst om bij alles wat je doet boven de grond rekening te houden met wat er onder de grond zit. En dat kan. De provincie heeft alle aardkundige waarden en andere bodemgegevens heel zorgvuldig in kaart gebracht, waar veel gemeenten gebruik van maken. Zo beschikt de provincie over kennis waar archeologische vondsten zijn, waar een bijzonder beekdal is, waar een uniek stuk hoogveen ligt, waar een stuwwal ons laat zien hoe in de ijstijd de ijsmassa allerlei grondlagen voor zich uitduwde. Allemaal gegevens over de waarde van de Drentse aarde. En al die kennis is beschikbaar om te gebruiken bij elke planvorming. Of het nu gaat om het plannen van een bodemsanering of om het ontwerp van een bestemmingsplan. Om zo te komen tot een meerwaarde boven en onder de grond. Zoals gedaan is bij deze pingo. Duizenden jaren geleden is deze kuil gevormd door smeltend ijs. Bij de aanleg van de weg is de pingo bewaard gebleven. En hier is na een bodemsanering een oorspronkelijke pingo gerestaureerd. Maar het gaat niet altijd om behouden of conserveren. Nadat alle aardkundige en archeologische waarden van dit S-dorp in kaart waren gebracht, kon een deel worden bebouwd.
Ander voorbeeld. Dit hier is een grondwaterbeschermingsgebied. En Drenthe heeft zo ongeveer het schoonste drinkwater van heel Nederland. Belangrijk dus om die kwaliteit te waarborgen. Als je in zo'n gebied de riolering moet vervangen, dan is het goed om na te denken over materiaal dat extra sterk is en extra lang meegaat. Juist om de bodem en de grondwaterkwaliteit ook op langere termijn te beschermen. En bij deze zandwinning zijn niet alleen de archeologische vondsten bewaard gebleven, maar is bij het afgeven van de vergunning al nagedacht over de functie van de put als het zand eruit is. Een recreatieplas en waterberging. Dat de Drentse bodem een bron is van energie, dat weet iedereen. Vroeger was het turf, tegenwoordig olie en gas. En in de toekomst aardwarmte. Want onder onze voeten, op een paar duizend meter diepte, zit bij wijze van spreken kokend water. En als je dat omhoog pompt, dan heb je een kant-en-klare verwarmingsbron. Aardwarmte en warmte-koude opslag bieden kansen die we niet moeten laten liggen. Ook vanwege de hoogwaardige werkgelegenheid die daarbij hoort. Maar voordat je tot een boring besluit, moet je heel goed geïnventariseerd hebben met welke bodemkundige gegevens je rekening moet houden. Die kennis levert de provincie. Maar ook ondersteuning bij het zoeken naar voldoende afnemers voor deze nieuwe vorm van energie. Woningbouw en glastuinbouw bijvoorbeeld. En ook ondersteuning bij het zoeken naar voldoende draagvlak voor de nodige investeringen in zulke innovaties. Al die expertise en ondersteuning hebben we ook nodig wanneer we de bodem gaan gebruiken voor CO2-opslag. In lege gasputten bijvoorbeeld. Of bij het streven naar een CO2-neutrale of klimaatvriendelijke woonwijk. Expertise die er is en die beschikbaar is. Kennis over de waarde van de Drentse aarde. Om te gebruiken bij het vormgeven van de toekomst van onze provincie. En of we het nou hebben over ruimtelijke ordening, bodemsaneringen, de waterhuishouding of de energievoorziening, boven de grond rekening houden met onder de grond. Daar gaat het om.